Ik heb genoten, man. En alleen de binnenkomst. Mag ik dat vertellen? Ik kwam aanlopen. Ja? En ik wil naar binnen. En toen begonnen er opeens 3 volwassen mensen te roepen. Bus! 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 Ik denk, wat is er aan de hand hier? Maar wat bleek, dat de bus van Feyenoord kwam aan. Oh ja. En toen moest ik stoppen. Dus ik stond, ik zei tegen die man, ja joh, ik ben geen familie van Bin Laden of zo. Ik zeg, ik wil verder niks, ik wil naar binnen. Dat is 3 meter. Hij zegt, nee, niemand er meer door. En toen stond ik dus daar met 10 mensen, Johan, meer waren het er niet, 12, met wat kinderen erbij. En toen stapte die Feyenoorders uit de bus met kleine koptelefoons, grote koptelefoons, bijna hele stereotorens op haar hoofd. En die lopen dus zo, Johan, een stuk van 12 meter, 1 voor 1, elke 10 seconden 1. Met een totaal wezenloze blik naar binnen zo. Totaal wezenloos. En ik zou dat nogal doen als er 34.000 mensen staan. Dat je denkt, ja, weet je. Ja. En die mensen die daar stonden begonnen te lachen. En ik zeg ook tegen die mensen, ik zeg, ja, die komen waarschijnlijk van een crematie. Hmm. Ik zeg, want dit is niet normaal. Dit was voor de wedstrijd. Dit was voor de wedstrijd. En je weet dus niet wat je ziet, weet je. Toen ben ik nog even met die kinderen op de foto gegaan. Want ja, ik denk, dat doe ik het maar. Die ouders zei, ga dan maar met hem op de foto. Ja, weet het is je niet wel. Anders. Ja. Die kinderen stonden ook te kijken. Wat nobel van jou dat jij dat nou doet. Wie is dit in godsnaam, weet je wel.